Goed, ben je er klaar voor? We gaan woorden lezen met ai, oi, oei. Je ziet a en een i, maar je zegt ai. Net als hier. Kijk maar mee. Haaien. Nu jij. Oké, dit plaatje met die verfkwasten. Knoeien. Nu jij. Goed zo. Deze hond heeft last van van vlooien. Hij is aan het vlooien. Vlooien. Lees maar. Vlooien. Dit zijn twee vogels. Het zijn kraaien. Nu jij. Hier staan een aantal ai, oi, oei woorden door elkaar. We gaan ze lezen. Ik lees ze eerst voor. Jij wijst ze aan en leest in je hoofd mee. Daarna zeg ik dat jij het alleen mag doen. Lees maar mee. Haaien. Maaien. Zaaien. Mooier. Roeier. Waaier. Ploeien. Snoeien. Plooien. Goed. Ik wijs het aan. Jij mag het lezen. Goed, volgende. Allerlaatste rijtje. Heb je ze allemaal gelezen? Dan wijs ik nu niks meer aan en mag je het helemaal zelf doen. Succes! Oké, let op. Ik ga ietsje groter worden. Ik ga de woorden door elkaar aanwijzen en jij mag ze dan lezen. Dit woord. Dit woord. Dit woord. Dit woord. Dit woord. En de laatste. Zo, hey. Dat ging even goed. Dankjewel voor het lezen met de ai, oi, oei woorden. We gaan dan nu verder met de volgende bladzijde, ai, oi, oei woorden. Ga maar mee. Fijn dat je er weer bent. We gaan verder met het oefenen van de ai, oi, oei woorden. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hier zie je drie rijtjes met woorden, ai, oi, oei door elkaar. En hier lezen we zes zinnen. We beginnen met de woorden. Als je die goed kan, dan is het lezen van zinnen ook makkelijker. Doe maar mee. Ik doe het weer voor. Je hoeft alleen maar mee te kijken, mee te luisteren en in je hoofd mee te doen. Daarna is het jouw beurt. Daar gaat hij. Waaien, maaien, boeien, roeien, dooien, gooien. Nu mag jij.
Oké, tweede rijtje. Ik doe het weer voor. Waaier. Dooier. Gooier. Koeien. Knoeien. Vlooien. Nu jij. De laatste. Vloeien. Stoeien. Sproeien. Graaien. Zwaaien. Vlaaien. Zie je deze? Die is lang, hè? Sproeien. Lees maar mee. Oké, nou mag jij het alleen doen. Van boven naar beneden. Daar gaan we. Goed, nou hebben we 3 rijtjes gedaan. Ik wijs nu een aantal woorden door elkaar aan die jij leest. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Deze. 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 En de laatste. Goed zo. Gaan we naar de zinnen. Die staan hier. 6 zinnen. Waar een ai, oi of oei woord in zit. Lees je samen met me mee? Wijs maar aan en luister goed. Eef zit te knoeien met de dooier van het ei. De hond van de buren heeft vlooien. Geen ballen tegen het raam gooien. Gaat jouw vader die roos snoeien? Toen ik ging maaien, begon het hard te waaien. Wij zwaaien naar de roeiers. Nu mag jij lezen. Oké, we lezen de zinnen nog 1 keer samen. Ik wijs niet aan. Eef zit te knoeien met de dooier van het ei. De hond van de buren heeft vlooien. Geen ballen tegen het raam gooien. Gaat jouw vader die roos snoeien? Toen ik ging maaien, begon het hard te waaien. Wij zwaaien naar de roeiers. Zo.
Nou hebben we flink geoefend met de ai, oi, oei woorden. En we hebben nog één verhaaltje te goed. Ga je mee naar het laatste verhaaltje met ai, oi, oei woorden? Goed dat je er bent. Dit is een verhaaltje met de ai, oi, oei woorden. Kijk, zie je wat er op het plaatje staat? Pieten, ze strooien. Zo heet het verhaaltje ook. Lees maar hardop met me mee. Strooien. We gaan altijd naar de intocht van Sinterklaas. Eerst zwaaien we naar de stoomboot. Dan naar de pieten die in kleine bootjes roeien. Als de pieten aan land zijn, strooien ze snoepgoed. Tot slot mogen we snoep graaien. Nu mag jij lezen. Heb je het helemaal gelezen of ging het te snel? Lees het dan nog maar rustig op je eigen tempo nog één keer door. Zo, ik hoop dat het is gelukt. We hebben gelezen, we hebben heel veel gelezen, ai, oi, oei woorden. Ik denk dat je ze nu al goed kan. Als je ze nog ergens in een tekst tegenkomt, dan kan je ze nu snel herkennen en snel lezen. En dat is fijn. Tot de volgende keer.